Maar misschien is één kans wel genoeg. Chocolade. Ik wil een gouden ticket! Nou, kom dan! Ben je gek op chocola? Ja. Ja, hè? Ja, helaas. Bij de afterparty dat ze wat repen uitdelen misschien. Ja, dat zou een goed idee zijn. Ja, ja. Hoe is het met jouw chocoladeverslaving? Dat heb ik niet zo erg hoor. Oké. Okay. Nee, okay. Nee. Vind dat hele pure chocola vind ik wel lekker. Ja. Maar nee. Zou het een stengels worden waarschijnlijk? Ik ben meer van de kroketten. Wat ga je hiervan verwachten van Charlie in de Chocolate Factory? Ik ga een cliché antwoord geven. Ja. Ik weet niet wat ik moet verwachten, maar ik hoop dat het goed wordt. Ja. Dat ze veel fantasie hebben, veel improvisatievermogen. Ja. Dat hoop ik. Ja, dat ook niet lekker zoet is, zeg maar. Ja. Ja. En dat we chocola krijgen. We hebben Dr. Pop, hebben we Gerard Ekdom. We hebben we kijken de King of Pop. En dan hebben we het ook Dr. Musical. Daar is hij. Waar staat hij? Dr. Musical. We zijn een beetje, ook een beetje fan van de film. Dus we zijn heel erg benieuwd naar wat de musical dan gaat brengen, zeg maar. Ja. En hoe ze het vooral gaan doen. Ja. En hopen dat ze er allemaal goed uitkomen, hè, de kinderen. Jouw kinderen. Ja, precies. Maar echt een jeugdsentiment ding. Ja. Dat die film. Trauma. 10 keer gezien. Nee, ik denk wel dat ik het best wel eng vond als kind. Ja, precies. Maar omdat het dan allemaal in zo'n vrolijke chocoladefontein gebeurt, met allemaal bloemen om je heen, denk je ook weer, ja. Ja. Lekker. En ben je met zijn vader en zijn zoon bij John? Ja. Superleuk script. We hebben eerst een repetitieweek achter de rug. Nandi erbij, Ari erbij, Susanna erbij. Heel leuke groep. Ja. Twee dames met heel veel energie. En hele moeten ze wel hebben met hem. Ja, dat is waar. Dat is waar. Je proberen bij te houden. Nou, ik ga wel een voorstelling maken over onder andere het moederschap. En hoe wij als vrouwen met werk en relatie en al die ballen hoog houden. Ja. Dus we zijn wel, toevallig, we komen net uit Limburg vandaag. En dan zijn we liedjes aan het luisteren die daarover gaan. Ja. Oké. Okay. Ja, vrouwen doen dat inderdaad. Wat doen de mannen dan? Hè? Hetzelfde. Ja, deze man wel. Ja, ik wel. Ja, ja, ja. We zijn twee metromannen, dames en heren, hier voor het podium. Ik ben nu met Fijn Weekend bezig. Dat is een nieuwe speelfilm. En die hebben we in Frankrijk gefilmd. En daar acteer ik ook zelf in. Dus die heb ik geregisseerd. Oh, je gaat weer acteren. En daar speel ik ook een van de hoofdrollen. Ja. Hey, dat is leuk nieuws. Leuk, hè? Dat is al lang geleden, toch? Of niet? Heel lang, ja, nou ja. Ja, heel lang geleden. Ja. Oh, ik zie hier een opening voor een nieuwe Soep Reuniefilm. Nou ja, daar wordt wel over gesproken. Ja. Elke keer ga ik iedereen lastigvallen. Patrick, Nicolette, van, dat moet een keer komen. Nou heb ik jou. Ja. Nou, het lijkt mij heel leuk. We gaan volgens mij sowieso... zijn er gesprekken om echt te kijken of we inderdaad weer samen kunnen komen voor iets. Maar ja, het lijkt mij fantastisch om weer eens een keer de wijde wereld in te trekken met, met de Rangers. Ja. Ja, precies. En misschien een remake van deze musical, de film. Dat zou ook nog leuk kunnen. Zijn, toch? Ja, zeker. Ja, Patrick kan je er heel mooi voor casten, joh. Ja, zeker. Ik weet niet welke rol, maar hij is wel... Dan zou ik misschien een klein Oompa Loompaatje kunnen wegkoppen. Fantastische première, toch? Ja, ik dacht dat ik heel ontspannen was, maar ik merkte in het begin dat ik toch wel een beetje zenuwachtig was, toch? Gek genoeg. En mijn rol, de Wonka-rol, die begint eigenlijk pas echt in acte 2, dus dat is ook heel raar. Ik moet dat eerste uur zo'n beetje, heb ik zo kleine plukjes, dingetjes te doen en verder eigenlijk niks. Ja. En na de pauze begint het vuurwerk Willy Wonka, zeg maar. Ja. Maar dan moet ik inderdaad ook al de hele kar trekken. Dus dat is een enorm verschil met de acte daarvoor. Dus dat was wel gek, ja. Maar toen vond ik het ook wel, dacht ik, oh ja, nu, dan ga je gewoon die achtbaan in. En dan is het gewoon, we weten hoe het moet. Dus. Ja, want je hebt waarschijnlijk je voorbereid met de film? Of hoe heb je een beetje voorbereid? Nou ja, ik heb de film wel gekeken en ik was al fan en... Maar ja, god, dit script is heel erg Broadway. Dit is de Broadway-versie volgens mij die wij heel erg aan moeten houden. Ja. Zo'n licentie is dat. Dus dan moet je echt zo heel erg houden aan die teksten. Wat we soms wel lastig vonden, omdat we denken van nou, volgens mij kunnen we nog best wel wat dingen verbeteren. Maar dat mag dan niet, hè, van Amerika. Die zijn daar wel heel streng op. Maar kennen ze kredietulaar daar ook in Amerika, of niet? Ja, nee, ja, precies. Maar volgens mij zat Amerika dus vandaag in de zaal. En die gaan dan nu... Ja, dat is dan wel interessant. Ja. Waarschijnlijk gaan we nog dingen terugkrijgen van... What the hell was that? Who's Creed Titular? Was that funnier? Nou ja, goed. Het is wel leuk dat soort gijs ook wel natuurlijk naar deze tijd getrokken, toch? Ja. En ja, god, ja. Anders moest hij mij niet vragen.
Ja, ik ben heel erg van, weet je, op het moment improviseren en met de actualiteit. Ja, dus. En dat kan met die rol ook gewoon. En dat vind ik ook wel leuk, want zeg maar in deze tijd, als we naar deze tijd trekken natuurlijk, er gebeurt natuurlijk van alles. Hè. Kinderen worden natuurlijk echt van alles natuurlijk voorgeschoold tot wat ze mogen doen. Ja. Dus dit is ook wel weer een cadeautje, vind ik. Ja, vind ik ook. Ja, ook met die Joris TV. Wat natuurlijk eigenlijk zo, dat was vroeger TV, maar nu is het natuurlijk van, hij is gewoon een hacker. Dus hij is een soort gameverslaafde. Ja, dat is heel erg naar deze tijd getrokken. Ja, dat vind ik dus heel leuk. En leuk natuurlijk dat je deze cast had. Hoe is het nou met zulke leuke, talentvolle kinderen te werken? Ja, fantastisch, ja. Nou, niet te geloven. Ja, we hebben dus vijf van die groepen, vijf casts. En dit was de oranje groep volgens mij. Ja, dit was oranje. Ja, ik weet het zelfs ook niet. En gisteren was paars volgens mij. Ja. Maar ze gaan dus ook elke keer, het wordt echt stap. Je ziet ze echt met stappen groeien. Dus dat is zo interessant om te zien. Ja. Die kinderen gaan nog veel harder dan volwassen acteurs. Ja. Het is echt, ik vind dat wonderbaarlijk om mee te maken. Ja, je ging al zeg maar gebarentaal doen, maar even een slokje drinken, want dat heb je hard nodig. Denk je. Ja, een slokje anders mag ook wel.